In deze aflevering van Venlo Vertelt nemen we een kijkje bij de nieuwe jongerenaccommodatie op de Berg in Venlo Oost. Deze accommodatie is voor jongeren tussen de 10 en 25 jaar en geïnitieerd door een aantal enthousiaste jongeren uit de wijk. Ik ben Jan Leunissen. Ik ben geruime tijd betrokken bij deze wijk. En met name bij jongeren. Want die hebben natuurlijk voor onze wijk ook de toekomst. En die hebben jarenlang gestreden om hier deze locatie te krijgen met dit mooie gebouw. Samen met buurtmoeders, et cetera. En wat doe ik hier? Ik ondersteun hen. Want eigenlijk moet hier gebeuren wat jongeren graag willen. Maar dan begeleid en niet wat ouderen willen of andere wijkbewoners en dan maar doen zoals het hoort. De jeugd moet de mogelijkheid hebben om elkaar te treffen en niet op straat. Dat kan ook, is geen probleem. Maar in mijn tijd, toen ik 18 was, hadden we jeugdhuizen. Die waren nodig en die zijn nu nog steeds nodig. Om je te treffen, om je contacten, om de cohesie in de wijk, allemaal om dat soort dingen te doen. En ja, als je dat de jeugd niet geeft, dan gebeurt het dus op straat. En als dan de politie moet controleren omdat er te veel mensen op diezelfde straat zijn, ja, dat is voor niemand goed. Ja, ik ben Johnny Dries, ik ben jongerenwerker. En ik ben in 2015 was ik jongerenwerker hier, tot 2020. En daarna ben ik met heel veel andere dingen bezig geweest. En nu dit jongerencentrum hebben toch een aantal mensen mij gevraagd om terug te komen. En, om dit mee vorm te gaan geven en de buurtbewoners ondersteunen om een programma hier neer te zetten, om de financiën op orde te krijgen, om te zorgen dat het hier in de goede harmonie gaat gebeuren allemaal. En ik heb er heel veel vertrouwen in. Het is een hele diverse club. De jongeren die betrokken zijn, zijn hartstikke goed bezig, zijn op een leeftijd en hebben een mentaliteit. Ze willen het goed doen, ze willen iets betekenen voor de buurt. En, dus ik heb daar heel veel vertrouwen in. De jongeren die zich hard hebben gemaakt die voor dit jongerencentrum en nog steeds heel erg betrokken zijn, die zijn de leeftijd 18 tot de jaar of 21, zijn studeren. Maar die hebben nu iets wat wij zo gemist hebben de afgelopen jaren, dat komt er nu. En wij gaan ons inzetten zodat de volgende generatie daar gebruik van kan maken. Ik ben Jani, ik heb 2 kinderen, een dochter van 17 en een zoontje van 11. Dus de 17-jarige die valt precies in de leeftijdsgroep, zeg maar. Dus wat dat betreft is het ook heel, ja, iedereen is super blij dat er eindelijk een plek is voor hun. Waar ze eigenlijk al, nou ik denk zo'n 11, 12 jaar voor gestreden hebben. Als je verschillende culturen bij elkaar hebt, zonder een vaste plek waar iedereen elkaar leert kennen. En ze leren elkaar op straat kennen tijdens een potje voetbal. En daar gaat er iets mis, dan is er geen. Dan krijg je ruzies en die worden niet opgelost. Want er is eigenlijk geen plek waar ze samenkomen om het op te kunnen lossen. Dat is er nu wel. Met een jongerencentrum als dit kan je dat gesprek weer op gang brengen. Kunnen mensen zich weer inzetten. Er zijn heel veel buurtbewoners die zeggen van hey, ik wil iets gaan organiseren. Ik wil weer die activiteiten van vroeger weer terug gaan brengen. Dus het brengt heel veel reuring. En ik denk dat wanneer er een plek is als deze, dat je ook kan gaan werken aan binding. Dus ook een stukje omdenken dat het juist een stukje meer sociale controle komt hier in het park. Dat er gesprekken plaatsvinden tussen allerlei leeftijden. Dat is waar ik op hoop en waar ik ook in geloof. Begin is de jeugd van Venlo Oost, daar is het primair voor bedoeld, maar de jeugd kent geen grenzen. Wij ouderen maken Venlo Oost, Venlo Zuid, wij maken overal wijken en straten en noem maar op, of onderverdelingen. De jeugd gaat met elkaar om, treft elkaar op school, treft elkaar op het werk. Hier mag ook gewoon iemand van Venlo Zuid komen. Waarom niet? Dit was Venlo Verteld. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!